Normaal is het hier druk op zondag, maar nu lijkt het verlaten. Vandaag geen dienst in de kiem. Maar de protestantse gemeente in Schravenzande liet zich niet door het coronavirus uit het veld slaan. Donderdag, toen we het bericht bereikten dat we geen personen meer boven de 100 man mochten volgen, hebben we snel moeten schakelen. En hebben we eigenlijk heel gauw besloten om de dienst niet meer in fysieke vorm hier bij de Nieuwe Rank in de Kiem te voeren, maar eigenlijk in een andere setting. We voeren hem vandaag online. Dus eigenlijk kijkt nu de gemeente live met ons mee. En dat is iets anders. Dat is mooi en leuk om te doen. En toch ook wel bijzonder, want dit zal niet vaak voorkomen. Dat betekent dus zingen en preken in een lege kerk. Ik heb geprobeerd me te concentreren op teksten en op de crew die aan de knoppen zat. En daar had ik dan toch nog wat ogen voor me, zodat ik niet in de leegte stond te spreken. Het was eigenlijk een hele rustige plek waarbij ik wel de ruimte had om gewoon in mijn eigen tempo mijn verhaal te houden. Het is me meegevallen. Voor sommige onderdelen van de dienst moest een creatieve oplossing worden bedacht. Ja, collecten. Hoe doe je dat bijvoorbeeld? Nou, daar hebben we heel snel een aantal tiki-links voor in het leven geroepen, zodat we wel gewoon kunnen collecteren, ook vanuit de huiskamer. Ja, dat is anders, dat is nieuw en dat is gewoon even schakelen en gezond nadenken en met elkaar de juiste dingen doen.